Aan het einde van het concert gaan we ook nog iets speciaals doen. Want bij de opening van de Rusthoeve is er een gedicht geschreven door Martinus Nijhoff. En wij vonden het leuk om het vanmiddag muzikaal opnieuw aan het rusthuis aan te bieden. Maar nu eerst geniet u van Stedelijk Orkest Purmerend. Thank you.
has a smile, but it doesn't see. No, he doesn't see. Meditation, How Insensitive en The Girl from Ipanema. Allemaal van Joby. We zijn alweer een uur verder. We denken dat het bijna 3:30 is. En wij toegekomen zijn aan ons laatste nummer. En het laatste nummer is een zangnummer met Yvonne Weijers. En het heet, in de traditie van de Latin, Copacabana. Van het Stedelijk Orkest Purmerend. De drumsolo die u hoorde was van Peter de Vries. Het Stedelijk Orkest Purmerend graag het muzikale cadeau wil aanbieden. Het muzikale cadeau, en daar wordt zo meteen iets meer over verteld. Dat hadden wij bedacht dat het gedicht van Martinus Nijhoff, dat wij dat muzikaal zouden laten horen. Nou, even voor de herinnering, Martinus Nijhoff, die leefde in het begin van de 20e eeuw. En in 1915, ergens daaromtrent, maakte hij zijn debuut met een gedichtenbundel. U moet hem zien in dezelfde tijd als bijvoorbeeld Edu Perron. Martinus Nijhoff was een belangrijke dichter en hij behoorde tot de stroming van de cubisten. En hij schreef ook gedichten bij schilderijen. En cubistische vrienden schilderden ook schilderijen bij zijn gedichten. En zo had hij een vriend hier bij de Rusthoeve, maar dat gaat u mij allemaal vertellen, waaraan hij een gedicht heeft opgedragen. Dankjewel, Ruud. Ja, allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor het prachtige cadeau wat we al hebben gehad hier vanmiddag. Dat was een heel mooi optreden. We hebben 75 jaar de Rusthoeve afgelopen week op een bijzondere leuke manier gevierd met allerlei hoogtepunten. Daar was dit
de afsluiting bij. We hadden er natuurlijk de hele week ook prachtig weer bij. En daar kwam deze afsluiting bij. Nou, het is heel geweldig. Ja, erg bedankt alvast daarvoor. Ja, en dan het extraatje. Het is een prachtig cadeau wat we krijgen van het stedelijk. Het gedicht van Martinus Nijhoff op muziek. En ja, Martinus Nijhoff heeft het gedicht geschreven op verzoek van Wiegert Bruin. Wiegert Bruin was de architect van de Rusthoeve. En toen het in 1938 gevierd werd dat het open was gegaan, dat was dus 2 jaar nadat het ja, langzamerhand vol was gestroomd. Toen heeft hij dat geschreven voor Wiegert Bruin. En het heeft eigenlijk bij die hele opening geen rol gespeeld. Want op een of andere manier stond het Martinus Nijhoff toch niet aan. Hij had er een ander idee bij. Wiegert Bruin had een ander idee geschetst van de Rusthoeve. Als dat hij op een zeker moment, ja, toen hij kwam misschien, of toen hij er van hoorde hoe het ging, zich had voorgesteld. Wat het nou was, wat hem tegenstond, dat weten we niet. Dat zal altijd een raadsel blijven, maar dat is zo. Dus het heeft in die zin bij de opening geen rol gespeeld. Daarom vinden we het juist zo leuk dat het nu 75 jaar na die opening wel de aandacht krijgt die het verdient. Want het is een prachtig mooi gedicht. En ik vind het ook leuk omdat het toch de sfeer die uit het gedicht komt, naar voren komt. Ja, ik heb toch erg het idee, en van de laatste 15 jaar kan ik zeggen dat het ook zo is. Maar ik denk dat de Rusthoeve toch altijd die sfeer ook heeft gehad, die Nijhoff toch eigenlijk ook wilde aan zo'n verzorgingshuis, rusthuis. En toen heette dat dus het oude mannen- en vrouwenhuis had willen geven. In ieder geval daarbij bedacht. Ja, waarom? Ik denk, als mensen hier komen wonen, en u hoort straks de tekst, maar als mensen hier komen wonen, dan proberen we hier toch ook de mensen gewoon weer hun gang te laten gaan. Het hun thuis te laten zijn. Dus zoals het klokje thuis tikte, proberen we het hier ook weer te laten tikken. Maar dan zonder al die dagelijkse beslommeringen die op een zeker moment mensen te veel worden. En ook met veel privacy. En daarnaast toch op een heel gemakkelijke manier dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen. En dat gebeurt ook elke week, elke dag. Praten met elkaar over het verleden en praten ook over hun toekomst. Want dat gebeurt ook hier in de Rusthoeve. Ik ben daarom erg blij met het gedicht dat het zijn aandacht krijgt die het verdient. En dat jullie die op die manier zoals jullie gaan doen moeten presenteren. Ja. Nou, wij doen dat natuurlijk heel graag. Misschien nog even in de achtergrond, in de beleving, is dat Martinus Nijhoff is helaas zelf niet zo oud geworden. Hij heeft zelf nooit in een rusthuis kunnen plaatsnemen, want hij is ergens midden 50 is hij overleden. Van Martinus Nijhoff, oude mannen- en vrouwenhuis te Purmerend, waarvan de oorspronkelijke tekst om de hoek bij de hoofdingang, of bij de ingang, te lezen is op de gevel, spelen wij onder leiding van Huub Probeert met zangeres Yvonne Weijers. Zoals het thuis getikt heeft. De handen
zorg omringen. Het grijze haar, schier zo wit als het kapje. Urenlang raakt men niet uitgesproken over later. Men ziet de zon schijnen over het water, de vogels zwenken tussen twee hemelen. Zwenken de vogels over het water. Dat het leven is.